grote projecten die mislukken of in een financieel debakel eindigen. Almere kent er een aantal, met als meest recente voorbeeld de Floriade. Universitair docent aan de TU Delft, Wouter Jan Verheul, onderzoekt prestigieuze stadsprojecten. In Almere gaat het vooral mis in de vrije tijdssector. Daar heeft men een paar keer, zou je kunnen zeggen, ja, de plank misgeslagen met een kasteel, met een Floriade, Omniworld, de schaatshal, wat er niet kwam. Ja, dat blijkt toch ook voor Almere lastig. Er zijn meerdere redenen waarom gemeenten in miljoenen projecten met een groot risico stappen, weet Verheul. Er komt vaak prestige bij kijken. Ja, je wilt toch wat nalaten. Dus die drang die zit er in het bestuur. Hè? Dus dat prestige denken. En dat kan soms ook samengaan. Hè? Dus met de beste intenties, bijvoorbeeld Almere, meer allure willen geven door een mooi project, prestige. En tegelijkertijd denken, nou ja, dan kom ik ook maar in de geschiedenisboeken voor als de bestuurder die zich hier hard voor heeft gemaakt, die dit heeft besloten, die hier de middelen voor heeft vrijgemaakt, die dit hele project heeft gemanaged door de jaren heen. Ja, dat komt absoluut voor in het openbaar bestuur. Bij projecten die uiteindelijk uitlopen op een financieel fiasco, zoals de Floriade, zijn bestuurders volgens Verheul zo verliefd op het project dat ze denken dat het vast wel goed zal komen met de realisatie en de kosten ervan. Bij grote tegenvallers afschalen of zelfs de stekker eruit trekken gebeurt daarom niet. Het idee ook vaak van we hebben dat geld, zijn we al kwijt, is nu een grote afgang als we het niet doen. Dus het is het simpele idee, sunk cost, noemen we dat voor toen. Dus je hebt de uitgave al gedaan, ja, dan ben ik die al kwijt. Een vorm van tunnelvisie waarbij je volgens Verheul vaak bij bestuurders een enorm positivisme en enorme uitgelatenheid ziet. Kritiek wordt eigenlijk niet getolereerd. Dan worden er alleen maar ja-knikkers verzameld in de projectorganisatie. Dat zien we ook vaak bij grote projecten. Dus waar is de kritische tegenspraak intern? Ja, dat zijn fenomenen die houden dat in stand. Hè? Dus zeggen we, die verliefdheid, die roze bril enerzijds, maar ook of het niet willen of niet kunnen zien als dingen niet goed gaan. Daarnaast moeten er bij grote projecten altijd meerdere scenario's liggen. De coronapandemie heeft volgens Verheul zeker grote impact gehad op de Floriade, maar daar had wel op geanticipeerd moeten worden. Kijk, niemand had corona kunnen voorspellen, daar zullen we het mee eens zijn. Maar dat er iets van een dergelijke crisis kunnen gebeuren in die tijdspannen wel. We vinden het toch vaak moeilijk om een slecht weerscenario niet alleen te schetsen, maar om daar ook nog blijvend rekening mee te houden. De Floriade is tot nu toe 10 keer duurder geworden voor de gemeente Almere dan verwacht. Soms is het zo dat grote projecten met enorme kostenoverschrijdingen later toch een succes worden. Misschien wel het grootste voorbeeld van de afgelopen eeuw is het Sydney Opera House. Iedereen kent het. Enorme kostenoverschrijding, iets van 10 à 14 keer zo duur geworden. Maar er is nu niemand die meer twijfelt aan de waarde van het Sydney Opera House voor Sydney en misschien wel heel Australië. Het is dus een beeldmerk van de stad van Australië geworden. En iedere toerist wil daar naartoe foto's maken. En dan zie je natuurlijk als het een plek wordt, een bestemming, wat daar van alles gaat gebeuren. Dus er komen hotels in de buurt die willen met uitzicht op het Opera House. Er komen restaurants. Dus dan zie je dat er een hele economie ontstaat rondom zo'n project. Nou ja. Ja, als je dat even vergelijkt met de Floriade Almere, dan zou dat dus moeten gebeuren op die plek. De plek van een project moet een soort heilige grond worden. De kans daarop is volgens Verheul in Almere heel erg klein.